Die lui die hadden alle vijf, ik dus niet, alle vijf een sigaar opgestoken. Nou, ik dacht, ja, die ga ik niet overleven. Dit is een. Er het, hing het een, een soort grond, grondmist in dat, dat coupeetje. Het verlossen, hem, kunt u mij horen? Da -da -da. Da -da -da. Volledig verdwenen, de man met de pijp. Hè? Weet je wel, dat waren ook een rustige types eh, prins bernhard nou ja ja bernhard je nog, een beetje rustig in ieder geval eh, het, het was een, 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 die pijp die maakte ook die produceerde een onbeschrijfelijke stank werkelijk als je dat nog herinnert ik heb ik denk al twintig jaar geen man met een pijp gezien nee dat komt waren ook bepaalde karakters die pijpen rookten eh, want je moet dat ding is ook een hele kijk de, de pijp heeft ook zijn hele eigen ritueel want je hebt allemaal schapers en, en dingen. Dan moet je dat, dat, dat dingetje waar de tabak in zit, moet je helemaal leeg schapen. En je moet zorgen dat dat afschuwelijke nicotinesap niet in je mond loopt. En nou ja, enzovoort. Heb ik ooit pijp gerookt? Ja, ik geloof twee maanden of zo. Ik had het, het ontzettend smerig. Ik kan niet anders zeggen. Nou, de sigaar. Hoe lang is het geleden dat jij iemand een sigaar hebt zien roken? Nou, die zie ik nog wel eens af en toe. Ja? Niet heel vaak, maar af en toe komt het toch wel eens voor. Zeker op een avond of zo. Dat mensen in de sfeer zijn en wat gedronken hebben. En dan roken ze bepaalde types sigaren. Vaak zijn het mannen, maar af en toe ook wel eens een dame. Ja, een dame rookt dan een elegant sigaartje. Ja. Hè, dus niet zo'n zo reusachtige bol. Nee, precies. Maar een elegant sigaartje. Met een bepaalde geur eraan. Ja, want ook de sigaar, één enkele sigaar. Als je iemand zo'n sigaar rookt dan. Dan ruik je dat die aan je eigen kleding nog zeven weken lang. Ja, kom, dan heb je verspreken. wel. Er zitten verschillende geuren zit er dan wel in. Hè? Er zijn ook bepaalde exotische geurtjes Zeer verschillend. Ja. Want dat hangt natuurlijk helemaal af van het dekblad. en wat er verder in zit. En gaan ze maar door. Maar ik geloof dat we in Nederland veel meer sigaren produceren dan we roken. En die worden allemaal geëxporteerd. Maar ik heb toch echt. Ja, ik weet wel, als mijn, mijn opa dan gasten ontving. waren natuurlijk ook allemaal oude knarren. Ja die met een flinke sigaar gerookt, die werden ook aangeboden. Hè. Mm. En een soort de sigaretten. Als er bezoek kwam, dan stond er een doosje met, met sigaretten. En dan had je natuurlijk nog een hele strijd. Wat voor sigaretten moesten het? Engelse sigaretten zijn. Golden Fiction had je dan. Ik weet niet of het nog bestaat. Wie weet. Of Amerikaanse sigaretten. Lexington of, 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 of dat soort van dingen. En dan had je natuurlijk... Uh, mijn vader bijvoorbeeld, die rookte altijd... Uh, hoe heet het? Navy Players Card. Hoe heette dat? Players heette dat. Ja. Met zo'n kapitein erop. Wat is het verschil eigenlijk dat dus? Ik heb nooit gerookt, dus ik weet niet wat het verschil Engelse is. Engelse sigaretten of met Engelse inhoud, zal ik maar even zeggen. Dat is veel steviger gestopt. Ja, hoe merk je dat dan? Dat het nog smeriger is dan Amerikaanse sigaretten. Maar waar, wat is smerig? Hoe... Gewoon, op zijn rook is gewoon incense smerig. Je moet er eerst ook enorm aan wennen aan roken. Het is niet zo dat je na je eerste zin dan zegt: Oh, wat heerlijk. Nee. Het is zoals dat heet, een acquired taste. Net als rode wijn. Het eerste glas rode wijn is verrekt is smerig. Maar als je er maar lang genoeg aan wennt, dan denk je: Oeh, wat heerlijk, een glaasje rode wijn. Maar waarom zou je het dan doen? Waarom zou je dan roken als het helemaal niet lekker is? Dat is een hele interessante vraag natuurlijk. Omdat roken iets te maken heeft met jezelf een houding geven. Een soort, soort status verwerven door de rokerij. Ik denk dat heel veel jonge mensen beginnen om zichzelf een houding te geven. Want je hebt iets in je hand. Hè? Je, ik heb normaal gesproken die, die, die twee handen die wij hebben. Dat is op zichzelf heel handig bij. als dus je een stukje moet zagen of schaven of zo. Maar, maar als je dat toevallig even niet. dan hangen ze er een beetje lullig bij. Hè? Dan denk je ook: wat moet ik ermee precies? Ja. Dus je ziet ook mensen die niet roken. Zag je vroeger dat je altijd dacht, joh, steek een sigaretje op, dan, dan heb je wat. Nu heel? nog steeds, hè? Daar lief... dan kun je een gebaar, het is een ja. gebaar dat roken. Je kunt elegant roken, je kunt boos roken, He, je kunt verslaafd. Nee, er allerlei mogelijkheden om te roken. Het is een, nou ja, het, het, het is een heel toneelstuk. Roken ja. is een toneelstuk. Hoe je want... die filmster die daar zo'n voorzetje, stukje op had staan, op die sigaret? Die had nog een verlengde sigaret en er zat zo'n zilver dingetje aan de. Ja, zeker. Daar had je zo'n zo dingetje, zo'n zo sigarettenpijpje heette ja. dat. Ja. Zo'n Franse, ik heb idee Franse actrice was... volgens mij. Maar ja, ik zie het al dan... van de week. Dat dus zag ik ook jonge mensen, tieners, die dan inderdaad ook roken. En dan denk je wat zonde dat je uh, nu in deze tijd ja, zo jong maar waarschijn... je... als je nou maar voor je 35e stopt, dan is de ergste schade die kan beperkt blijven. Maar ja, zeker. Het zou verstandiger zijn om er helemaal niet aan te beginnen. Maar het is interessant dat je dus bij heel jonge mensen, tieners vaak, ja, die moeten zich een houding geven. Het is, is een verschrikkelijke periode in je leven, namelijk dat je tiener bent. Als kind ben je betrekkelijk weinig bewust van je, van je eigen aanwezigheid. En dan, dan ontdek je dat je ook een mens onder de mensen bent. En dat je op een of andere manier aanzien moet zien te verwerven, om te beginnen maar bij, bij je vriendenkring. Nou ja, je had vroeger ook heel deftig. Je kon een sigarettenkoker. Want dat was ook. Dan zaten die sigaretten dan achter een soort elastiekje. En dan waren ze niet altijd verfrommeld. Omdat als je zo'n pakje sigaretten bij je had, dat, dat raakte vaak verfrommeld. Ja, waardoor die sigaretten ook allemaal een rare, rare vormen ja. begonnen te krijgen. Ja. Ja, dit... En toen kreeg je natuurlijk de filter En je had dat natuurlijk de nou, haatfilter, dat deed je niet. Kijk, intellectuelen in Nederland rookten Franse sigaretten. Dat waren namelijk de aller allersmerigste sigaretten. Gauwazen en wat had je nog meer. Eh, omdat in Frankrijk was er ook een staatsmonopolie. Staat verdiende daar goed aan. Dat was altijd blauw, alle pakjes waren blauw in mijn herinnering. Maar je hoorde dus een gouazen zonder filter te roken. Nou, dat is echt net alsof je wat, wat, wat net gesnoeid struikgewas was in een fik hebt gestoken. Dat is ongekend meer, maar dat gaf een, hè, dat, dat zo, zo rookte intellectuelen. Hm. Ik heb er nooit de zaak aan gevonden en ik rookte dus Peter Stuyvesant. En dat werd algemeen gezien als een verwijfde sigaret. Je had daar wel die reclame bij van de ongekend luxueuze, soepele wereld van Peter Stuyvesant. Je had dit opstijgende vliegtuigen, landende vliegtuigen, het was er. Nou ja, omdat we ook natuurlijk, dat is totaal verdwenen ondertussen. Die achterlijke cultuur hadden dat vliegen was deftig. Piloten verdienden tonnen en tonnen en tonnen. Terwijl ja, het is niet van meer dan buschauffeur. Ik wil niemand kwetsen. Maar ja, ja. ja mensen vliegen ze op de automatische piloot. Je moet dingen alleen een beetje veilig aan de grond weten te krijgen. Dan. Maar lukt het wel? Ik heb ook wel eens gedacht om, om zo'n. Ja, dat heb ik laatst al verteld of niet? Dat iemand mij vertelde dat je voor een paar tientjes al op zo'n home trainer moest vliegen. Dat vond ik wel wel aantrekkelijk. Ja, dat heb ik het over gehad, ja. Ja, precies. Zo'n zo, zo ding op Schiphol waar je dan in kunt gaan. Lopen. Ja, maar goed, roken is ook een toneelstuk. Hè? Je hebt, want je moet hem, eerst moet je hem dus tevoorschijn halen. uit ja, je sigaretten koken, dat mensen, oeh, sigaretten koken. Of uit het pakje, je moet hem zo uitkloppen. En dan, ja, dan moet hij aangestoken worden. Nou, dan heb je alweer een heel nieuw onderdeel van het, van het rookbedrijf. Van, van het grote toneelstuk van het roken. Waar steek je hem mee aan? Doe je dat met een lucifer? In een lucifer, en als je het uit een luciferdoosje haalt. doe je die lucifer dan weer terug in het doosje als die afgebrand is? Dat hoort helemaal niet. Dat is echt tegen alle fatsoenlijke gewoontes in. Gooi je die, die lucifer dan weg? Ja, zo hoort het eigenlijk. Maar. Waarschijnlijk heb je een aansteker. En ik weet, in mijn jeugd was enorm deftig een Zippo. Zeg je dat nog wat? Ja, de de dat Zippo. Een Zippo wat dikkere met zo'n zo klepje boven. Ja, een benzineaansteker is dat. En die was natuurlijk naar Europa gebracht door Amerikaanse soldaten. Want het gerucht ging: de Zippo kon niet uitwaaien. Dus hij, hij deed altijd. Ook als er een flinke sto storm stond en er zat een soort van beschermertje om, om dat vlammetje. Het stonk als de, als de pest. Werkelijk ja, vanwege die benzine. Ik neem aan dat het was benzine was. Die daarin verstookt werd. Ja. Eh, maar het gaf status. Een zippo. Dat was het. Je kon het ook zo klak klak. Ja. Zoals een dekseltje. Maar zo'n geluidje. Hè? Precies. En dat geluid alleen al dat gaf. Hè? Dan was je iemand. Als je dat geluid bij je had. Dan was je iemand. We hebben ook. Toen kwamen de gasaanstekers. Die denk aan de poppel. Helemaal verdwenen, maar volgens mij een Nederlandse gasaansteker. Aanvankelijk zwart. Ik meen dat je daar zelfs een tankje kon verwisselen. Tot iemand natuurlijk op het idee kwam: dit is zo'n simpel mechaniek. Je moet een weggooien aansteker hebben. En toen kwamen al die dingen naar dat je volgens mij bij het pakje sigaretten, ik min of meer. een aansteker cadeau kreeg. Ja, een hele tijd rookte mijn zoon alleen na tienen en op feestjes. En dat dat natuurlijk onregelmatig was, kocht hij elke keer sigaretten voor naatienen op het feestje met een aansteker erbij, zodat we nog eens een la open trokken daar. Wat <laughs> dertig aanstekers in lagen, die die natuurlijk nooit. Ja, want de aansteker, daar kun je een hele tijd mee voort. Maar dus ook het aansteken van een sigaret, bijvoorbeeld het aansteken van het elegante sigaartje, dat is ook een ritueel. He, want om, roken heeft, is, is, een, is een wereld waarin rituelen gemakkelijk ontstaan. He, ook de manier waarop je je sigaret vasthoudt. He. Tot, ik, ik herinner me dat ik voor het eerst mijzelf op de televisie zag. Dus nou, Toen was ik een vroege veertig of zoiets dergelijks. En dat ik tot mijn stomme verbazing zag dat ik precies zo rookte als mijn vader. Wist ik veel, maar omdat je zelf ineens... Ziet als een, als, een, als een zelfstandig wezen wat op de tv verschijnt. Tegenwoordig mag je helemaal niet meer ook op de tv, maar dat mocht toen nog wel. En dacht ik, hoe is het mogelijk? Dezelfde gebaren, dezelfde manier van, van de, 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 de hand gebruiken. Ik was, ik, dat frappeerde mij enorm. Ja, dat zal in de gene dan toch zitten? Nou, of afgekeken. Hè? Kijk, natuurlijk de hele, het hele. De relatie van kinderen met hun ouders is zowel nature ja, is dat, ja. en culture. Het, ja. het, het, is, het is een onontwarbare kluwen van dingen die je, die je van je ouders hebt. Zowel genetisch als, als cultureel, zogezegd. Dus ja. Nou ja, wat kunnen we nog meer verzinnen? Al deze dingen zijn grotendeels verdwenen. Want natuurlijk, het rookritueel is verdwenen. Want dat, het is dat kleine hoopje, nietwaar? Paria's wat in het steegje staat. Het zijn er toch met, best wel veel, hoor, vind ik. Dat is waar, maar het zijn vooral volgens mij vrij jonge mensen. Dan heb je natuurlijk de groep van totaal weigeraars. Dus dat was mijn zuster, tot ze er werkelijk last van kreeg. En die zeggen van, ik niet, ik laat me dan niet. Ik laat me niet koeienieren door die overheid. Kom op, ik rook lekker door. Hoezo, longkanker? Dat moet dan maar, ja. dat kan ook natuurlijk nog. Maar ook in bedrijven, als je hoort dat mensen zeggen, nou toch nog even, kom we gaan even buiten staan roken. En dan... Je moet wel buiten gaan staan. He, ook dat, je nog, dat er nog een rookplek was in het bedrijf, dat is allemaal verdwenen. Op nou, de perons heb je toch nog rookpalen? Nee, die zijn volgens mij opgedaan. Zijn die weggehaald? Ja, oh. omdat ze hele wonderlijke effecten hadden. Ik weet niet, Ken, ik heb je ook al heel lang geen reisje meer gemaakt. Nee, jij wel? Ik ook niet, maar zelfs toen ik die nog maakte had je dat wonderlijke effect dat die rookpalen, daar werden dan sigaretten in gegooid er zat natuurlijk een hele klont van peuken van, van daarin. En die vlogen in de fik, omdat iemand, één van die mensen, hun sigaret niet had oh, uitgemaakt. Oh, ja. Dus dat was een soort van. Nou, het was net of er een Indiaanse populatie rooksignalen <laughs> verspreidde. Uit die rookpalen steeg een afschuwelijke stank opwerkelijk Want niets is zo erg als een volle asbak. Ja, dat is vies. Dat klopt. Echt, ja. Mijn vrouw bijvoorbeeld is later dan ik opgehouden met roken. Een jaar of drie, vier later. En ik had af en toe nog wel eens de impuls van. vooral als ik s'avonds wat gedronken had. En, hè, dat, je, dat je wat vager wordt. Ik denk, oh, een sigaretje. Dan rook ik altijd aan de asbak van mijn vrouw. en dan wist je, hé, nee, dit moet ik niet meer doen. Dit moet ik niet meer doen. Want dat wil ik er nog wel even bij zeggen. als je even alles op alles zet. dan kun je er ook wel degelijk mee ophouden. En je moet het ook weer niet overdrijven. Maar het is. ik denk ook dat veel mensen gehecht zijn aan het roken. Niet alleen vanwege de eigenlijk vrij smerige smaak van sigaretten. maar juist vanwege de hele, het hele toneelstuk wat erbij hoort. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Het ritueel van het roken. De poppenkast van het roken. Tevoorschijn halen, aansteken. Het oude woeren erover. vind je ook niet dat. Eh. Juist bij zo'n glaasje wat heerlijk. zullen we er een opsteken. Nou, ik heb liever een klein sigaartje. Hè. Zo, dat, dat is het eigenlijk. En dan heb je nog, als, als sluitstuk, laten we dit maar een sluitstuk maken. heb je natuurlijk het rook in de auto. Heb je nog een, een asbak in de auto? Nee, maar wel zo'n dingetje waar je ermee aan kunt maken, daar rechts. Dat ja, is ook gek eigenlijk. Ja, dus geen asbak, maar wel zo'n ding. Ja. Nee, ik heb geen asbak, die hebben er wel in gezeten, ooit. Nee. Ooit zaten ze erin, ja. En je weet hoe dat bij de meeste mensen, hoe de, hoe de asbak in de auto, die, die werd namelijk niet op tijd geleegd. Met als vervolg, dat het meestal een, een uit puilende gruwelijk stinkende asbak was. En ik weet nog dat mijn dochter zei, ik zou het wel erg prettig vinden als jullie op zouden houden met roken in de auto. Ja, dat is eigenlijk vies. het eerste moment waarop we dat ook, maar laten we zeggen, het, het, de allereerste geluiden van, het is tijd om te stoppen. Want die geur krijg je er niet uit, die blijft erin hangen. Hè? Ja, en je weet dat auto's waarin gerookt is tegenwoordig, ik geloof 2000 euro minder opbrengen, omdat je, je krijgt het er nooit meer uit. En, en ook als je nog wel eens in, in er was ook een tijd dat je, dat je bijvoorbeeld in, in België nog wel mocht roken in de cafés en dat je dan als de volgende dag als je je kleding aantrok dat je denkt een oh, ja. Ja. <laughs> aardige lucht ja. ik kom wel eens bij Frits Wester voor ook een podcast en die rookt dus in zijn huis en als ik dan thuis kom dan ruik ik aan mijn kleren en dat is één hoog al rook dan dat is... ja precies het is een hele onaangename ja, afstand als je gestopt bent ja, ik moet zeggen, als je helemaal gestopt bent, dat is een bevrijding. Ook ben natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel vergeten. Namelijk, nou, je klopt de laatste sigaret uit het pakje. En je denkt, ik had toch. Uh... Oh, wacht even, ik heb nog een slof liggen. Die ligt in dat kastje in de keuken. En je doet het kastje in de keuken open. Slof is op. Je hebt, je hebt, het, het is tien uur s'avonds. Je hebt geen sigaretten. Wat ga je in godsnaam doen? Dan was er een tijd hier op de hoek. Had je een. een... Sigaretten, sigarenboer, zal ik maar even zeggen. Sigaren is ook heel gek dat je noemde de sigarettenwinkel, lijkt de sigarenwinkel. En dan had je van die automaten die buiten hingen. En die hingen er wel, weet ik veel, wel acht of zo. Zodat je een heel breed panorama. Die zijn ook op een goed moment plotseling verdwenen. Ik neem aan, als gevolg van een wettelijke maatregel. Maar het belangrijkste is dat de cultuur van het sigarettenroken verdwenen is. He, je, je doet het nu toch een beetje, beetje geniepig achter het schuurtje. Ja. He, je wilt er ook niet al te veel rugbaarheid aan geven. Dat je, he, er zijn nog maar heel weinig mensen die zeggen van, ik rook nog. He. Vroeger werd het ook op campagnes, op bushokjes stonden mensen met sigaretten op, toch? Dat is ook helemaal verdwenen. Ja, en, en denk aan, aan de film, denk aan, aan de, in de populaire cultuur. Ja. Was James het. Bond. Ja. ja, James Bond, he, die ook zo'n... Je kon dat met zo'n zo'n aansteker, zo'n klap, zo flap. Die natuurlijk de hele tijd opgeoefend, neem ik aan. Ja, ja nee, een beetje, een beetje geheimagent. Die, die, die rookte natuurlijk. Dat, dat spreekt vanzelf. Ja, wat wou ik nou nog meer zeggen over die, uh, over die rokerij. Dat was nog een puntje. Is dat, het ook zo dat? met... Het roken in vliegtuigen. Oh, kon dat ook? Ja, je kon heel lang kon je gewoon in het hele vliegtuig roken. Oh. Toen plotseling. Werd er een eind aan gemaakt. Toen mocht je alleen, alleen achter in het toestel roken. Ja. En, en dus ja, daar zat iedereen flink te pas. Net als in de trein. Maar je had dan hele, hele ja, dan we het over de trein, over de trein over het ook even hebben. Je had dan in die stoelleuningen. hele kleine lullige asbakjes. Ja. 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 Die dan nog heel lang in hebben gezeten. toen je al lang niet meer mocht roken. En dat was dan afgescheiden met een soort van deur. waardoor die rook wel daar Dat al weet ik niet. Ik heb niet de indruk dat het afgescheiden was. En toen was het ineens helemaal afgelopen. Dus dan, nou ja, dan, dat was voor de roker toch zes uur vliegen naar Amerika. Joh, zes uur. Zonder sigaret. Dat, 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 het hele idee al, daar werd je nerveus van. En het eerste wat je deed als je eruit was, dat je op oh, een sigaretje een sigaretje opsteek. Eigenlijk net nog allemaal. Maar goed, daar zie je aan dat, dat roken natuurlijk ook van heel belangrijk leden. Cultureel gedreven is en niet zo verschrikkelijk veel met verslaving te maken had, maar ook bij een, een cultureel patroon hoorde, bij een leefpatroon ja. hoorde. En dan had je natuurlijk in de trein, ik zie me nog zitten, had je in de, vooral de eerste klas, daar had je twee of drie van die coupés waar je zes personen in kon. En ik was er volgens mij in Den Haag ingestapt. Oh ja, dat en... klopt, die grotere units. Ja. Met van die schuifdeurtjes of van die. Ja, van... precies, met van die schuifdeurtjes. En ik had natuurlijk niet goed opgelet. Ik denk dat ik al niet meer rookte. Ja, dat zal het geweest zijn. Maar ik weet niet helemaal zeker. Ik ben wel precies op tijd opgehouden. Namelijk toen het lastig begon te worden om te roken en je op van plekken al niet meer mocht roken. Ik, ik weet wel dat de rokers dan, dan zeggen, hebben ze hier, maar kan je hier ergens ook? Ja, op de vierde verdieping is een balkon, dat daar, daar kan gerokt worden zo. Dat het echt al een, een, nou ja, een, een, een licht clandestine activiteit was geworden. Goed, ik stap in die coupé, niet goed opletten, die zat helemaal vol met wat oudere mannen, eh, waarschijnlijk van het CDA-hoofdbestuur of zo, die in Den Haag vergaderd hadden. Zeg. We waren nog niet bij Voorburg. Of die lui die hadden. Alle vijf, ik dus niet, alle vijf een sigaar opgestoken. Nou, ik dacht, ik gaat niet overleven. Het, het is een, het, het is een, een soort grond, grondmist in dat, in dat coupeetje. Ik geloof dat ik gauw daar ben. ik ergens anders gaan zitten. Maar goed, toen was ik dus ah, stop. Daar had je ook in de leuningen van die asbakjes, hè? Lange tijd. Maar die waren wel een stuk groter. Ik weet nu eigenlijk niet, zit er in mijn auto überhaupt een asbak? Waarschijnlijk. Achterin wel, volgens mij. Je hebt zo'n leuningje waar je je arm op kunt leggen, toch? Ja, zeker. En daar, kun je, daar zit hij misschien in. Oh. En is het nou ook zo dat je, als je begint met roken, dat je dan begint met een sigaret en dat je dan op een gegeven moment denkt: Ik wil wel meer, ik ga dan naar een sigaar? Nee. Nee, ik heb van alles gedacht bij, dat, uh, bij, die, bij die sigaretten. Maar wat is het verschil tussen een sigaret en een sigaar, qua beleving, qua smaak? Dat je een sigaar in principe niet inhaleert. Omdat dat, dat is echt gewoon het, het Amazone, wat, wat, wat al enkele uren brand is een sigaar. Bovendien, het roken van de een sigaar is een heel aparte cultuur. Nog afgezien van het feit dat de sigaren zelf moeten bewaard worden in een humidor. En, en nou ja, want ze moeten niet te droog zijn. Dan branden ze verkeerd. Ze moeten ook weer niet te nat zijn. Dan branden ze helemaal. Kortom, er is een heel verhaal over die sigaren. Net als met die pijpen. He, dus elke variant van het roken had zijn eigen cultuur. Maar hoe bepaal je dan waar je mee begint? Ja, dat was allemaal gestuurd. Ik ben ook denk ik op mijn 17 of zo begonnen. En ja, sigaretten doet iedereen bijna. Dat is bijna het, nou ja, ik had het fluitje. Ik heb volgens mij een sigarettenkoker cadeau gekregen oh. van iemand. Of gevonden, dat weet ik niet precies. Ja. Ik vond het wel deftig om daar dan een sigaret in te doen ja. en dan moest je bijna ook maar oproken als je hem er toch ja. in had gedaan. Dat ging allemaal om Lexington en toen kwam Caballero. Je had ook dat, want de meest modieuze sigaret dat, dat was ook een historische ontwikkeling. Daar zouden ze nog een leuk artikeltje over moeten schrijven. Ja, dus dat je eerst die Amerikaanse sigaretten had en toen kreeg je Caballero volgens mij. En wat kwam er na Ten slotte natuurlijk de fameuze cowboy met Marlboro. Oh ja, die heb je ook In gehoord. Nederland even, sorry, Marlboro geheten, vanwege de klemtoon in het Nederlands. Ja, de cowboy. Je weet dat de cowboy op een ellendige wijze aan longkanker bezweken is, althans nummer één. Hmm. Dat ze toen heel lang hebben moeten zoeken of ze een tweede konden vinden. Ja, net als regen die maakte op de televisie reclame voor, ik geloof, Kemmel of zo. Terwijl die die niet rookt en nooit gerookt heeft, dat is op zichzelf ook wel weer. Ja, maar dat, dat, ja, dat kon je doen. Ja. Sigaretten was, sigaretten. Waarom ben ik ben op een gegeven moment sigaretjes gaan roken? Of schimmelpennink in zo'n lang zo werperdoosje? Ik heb geen idee waarom. Misschien toch om, om de frequentie een beetje naar beneden te krijgen. Dat zou kunnen. Ja. En ik heb ook wel een pijp gerookt. Nou, als dat twee of drie maanden, dat was echt zo. Ontzettend. Dat bedacht je dan gewoon, ik ga nu een keer pijpen. Ja, leren. dat dacht ik ja. ik, ja. Het was zo ontzettend smerig. Daar ben ik vrij snel van afgestapt. Ook die sigaren hebben mij niet zo verschrikkelijk lang geduurd. Ik vond altijd bij sigaretten eigenlijk dat het begin hartstikke lekker was. He? Ja, klinkt ook raar nu, maar in het begin, dat ja, was het wel wat. Net aansteekt, dat is eigenlijk het moment suprême van een sigaret, is het aansteken. Maar dat je dan al, al vanaf halverwege, laat staan, als je dan verder rookte, dan begon het smerig te worden. Waarschijnlijk omdat ik het te hard aan trok of zo, of dat hij te warm werd, of dat al die rare alkaloïden die, daar, die daaruit komen. dan komt echt het meest fantastische vergif uit, eh, dat, dat je dat dan niet lekker vindt. Ik herinner me dat de kinderen, want ik maakte ze dan heel snel uit. En dat de kinderen kinderarts zei, godzonde paden, moet je kijken, je, je hebt je hem nog niet voor drie kwart opgerookt. Hè. Dan moet je, dat blijft een hele grote zin. Uh, ja, mijn kinderen zijn nooit, uh, mijn dochter is nooit gerookt. Mijn zoon dus incidenteel met die veertig uh, gasaanstekers die er nog... Ja, het is dus toch vaak dat je dan een kukker. feestje aangeboden krijgt en dan zeg je, ja. oh, en dan, dan ga je dat vaker doen. Ja, dat kan ik ja. me voorstellen. Maar ja. God, dan kan je in principe, als je dan toch mee wil roken, niet inhaleren. Dat scheelt dan een stuk natuurlijk. Ja. Ja. Ik kan me nog herinneren, mijn oma had zo'n zo asbak en daar zat zo'n drukknop op. Dus dat was ja, een zeker. Die maakte ook zo'n geluid. Ja. Zeker. En die kom open en dicht, ja. toch? Ja, ja, ja. ja. Dus daar zat een vering op. Dan, ging daar een klepje op. Ja, die had je ook, maar zat ook een veeringje op met zo'n zo staafje. En dan drukte je je op en dan deed je de as erin en dan liet je het los en dan schoot het weer zo omhoog. Ja, op. ik had ook een transportabel asbakje wat de vorm had van een, een, een lucifersdoosje. Maar het was een metalen lucifersdoosje. Ja. Omdat je natuurlijk vaak dat je, dat je buiten rookte. Ja. Het is nou eenmaal niet erg fatsoenlijk om dat ding weg te gooien. Hoewel ik een anekdote las over Peter O'Toole, eh, waarbij eh, een jongere acteur die stond te roken en die wilde zijn sigaret weggooien. En die zei, zie jij een asbak? En dan Pieter O'Toole, die liet zijn sigaret op straat vallen en zei, the world is my ashtray." <laughs> dat heb ik eerlijk gezegd wel vrij Ik ben nou al vergeten waar ik het gelezen heb, ongetwijfeld. getwijfeld. 105 op de Wikipedia of zo, wie zal, het, wie zal het zeggen? Maar dus de echte cultuur van het roken en de, de subculturen van het roken. Ten eerste zou daar toch nog eens een hele leuke dissertatie over geschreven kunnen worden. Naar mijn idee, wat daar niet allemaal bij hoorde. Want zodra je daarover na gaat denken, denk je aan allerlei aspecten van het roken die je eigenlijk alweer, die je eigenlijk alweer vergeten was, natuurlijk. Echt ongelooflijk. Ik ging. Dat moet ik zeggen, sommige van die sigarettenwinkels. Ik ging laatst pepermuntjes kopen. Want ik heb namelijk direct na het ophouden met het roken. Heb ik een nieuwe verslaving ontwikkeld. Namelijk kleine pepermuntjes. Van die smintjes, hè? Bedoel ja. Je? ja, en ja, die, die ging heb ik ook liggen. Ik, die ging ik kopen in een winkel ja. waar ik vroeger sigaretten kocht. En die man die achter de toonbank stond. Van, die zei tegen mij. En twee pakjes stuiverzand. dacht, Jezus, nou weet hij, na twintig jaar nog. Dat ik ooit stuiverzand rook. dat vond ik al wel indrukwekkend. Maar ik denk, ik ga er toch niet meer aan beginnen. Nee. Je kunt trouwens ook als het s'avonds dicht was, die, die, die zaak moet je naar het tankstation. Daar kun je het nog steeds halen. Nou, dat was een heel probleem. Ja, ik weet niet of dat toen ook al was. Het was een heel probleem als je dan dus geen sigaretten meer had. Want dan moest je nog die guldens hebben waarmee je die sigaretten uit die automaat moest trekken. En dat was altijd zo, want er werd de prijs verhoogd of zo. Dus dat je moest er dan vijf gulden in doen. En dan kreeg je een pakje eruit waar drie van die kwartjes aan de zijkant waren geplakt. Ja, omdat de, toen was de prijs van een pakje, zei ja, de 4,25 voor 25 stuks. Ja, dames en heren, rokers, moet u zich dat eens voorstellen. Het was toen nog relatief goedkoop om te roken. Ik weet wel, als ik een pakje, hoe heette die rommel al ook alweer? Old Mac, geloof ik, voor mijn vader ging kopen. In de jaren 50, dat was de 65 cent. 20 stuks Old Mac. Ja, ook volgens mij een hele, hele vieze psychiële. Denk je dat dit ook nog terugkomt? Want soms heb je wel eens zo'n een reto Nee, ik denk, ik denk dat het niet meer terugkomt. Ja, kijk, verslaving, dat, dat komt op alle denkbaar. Mensen kunnen aan echt alles verslaafd maken. Alles. Ook aan friet of een ja, auto rijden. Het kan van alles en nog wat wezen. Maar ik denk dat het roken niet terugkomt. Ik was eigenlijk, eerlijk gezegd, was ik vrij verbaasd. Dat roken zo snel not done werd. Dat, dat vond ik een, 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 een frappant snelle ontwikkeling. Ik, ik had gedacht dat het, dat het veel langer zou duren. voordat mensen van iets wat ze kennelijk zo. prettig, nou, prettig is het woord niet. wat zo verslavend werd geacht. of wat zozeer. hoorde tot de goede toon. Uh, maar dat is toch in. nou ja, wat zeg ik. in de jaren twintig was het klaar. Ja. Het begon natuurlijk meer in Amerika. Ik, ik, ik weet nog wel dat ik in mijn Pier eentje in een bus zat. Ik ben nou vergeten waar, een Texas of zo. En ik, en ik dacht bij mezelf, en dan zat ja de chauffeur zat er natuurlijk in, maar ik was de enige passagier. Ik denk nou, helemaal achterin zitten. En dan steek ik Clandestine sigaretje op. Nou, dat heb ik geweten. <laughs> ik had dat ding nog geen. Ik had nog een drie trekker genomen. Of hij zet dat ding, zet dat ding stil, die bus. En of ik dat denk maar eruit wilde maken en naar buiten wilde gooien. Want je mocht niet roken in de bus, zei hij. Daar nou, was ik diep van onder de indruk, dat kan ik je wel zeggen, ja. Dat is grappig om te zien hoe snel dat gaat. Met vlees eten heb je dat natuurlijk ja, ook. Ja, Amerika niet. lag op dat, vooral op dat anti-roken duidelijk voor op ons. Ik weet nog goed dat we hier nog eens een keer viering hadden met mijn twee nichten uit Amerika. En wij rookten allemaal nog. Dus ook uh, een hele bliksemse boel, ook de kinderen, voor zover die dan rookten. Nou, zij vonden, die Amerikaanse nichten vonden het afschuwelijk. We hebben alle ramen open om op te zetten. En, en wij waren nog te lullig om het allemaal uit te maken. Wij vonden wel dat we flink door moesten roken. Ja. Dat is ook zoiets dat, je, dat, je eigenlijk niks, dat de mensen die erover klaagden eigenlijk werden beschouwd als, als, als zeikers en zeurders. Ja. Ja? Want dan zie je ook aan hoezeer het geaccepteerd was, hoezeer het erbij hoorde. Is het nou in het oosten nog dat het nog vrij normaal is? Want je ziet dat dat langzaam altijd dan begint in de. Ik Amerika. heb begrepen dat met name in derde wereldlanden nog stevig ja. doorgerookt wordt. Echt, echt zoals het bij ons ook was, dat iedereen voortdurend overal sigaretten opsteekt. Hmm. Ehm, China en zo, dat ja, je begrijpt dat ze daar nog lekker doorroken. Dan, dan tikt het wel. En goed, dus 20% van onze volwassen bevolking rookt ook nog. Dat is natuurlijk toch nog een substantiële ja, ja, ja. maar ik denk toch dat dat geleidelijk zal verdwijnen. En achter raken mensen verslaafd aan gokken, aan, 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 aan spruitjes, aan, <laughs> nou ja, je kunt ze zo recht niet verzinnen. De mens heeft gewoon een, een, een in zijn karakter een verslavingsstructuur, dat is duidelijk. Ja, ja. Hebben we nog tijd voor die, voor die transport over lange afstanden of niet? Ja, dat kan wel zeker. Ik weet niet hoe laat jij hebt, ik heb nog wel even tijd. Hoe laat is het nu? We gaan eens even kijken op de klok. Het is tien voor half vier. Oké. Okay. Hm. Nou, dan stellen we toch die. Want dat is wel een interessant onderwerp toch? Want dat begint natuurlijk met die Zeppelins. Ja. Nou ja, die tenslotte volgelijk die grote Zeppelin. Eh, die graafzeppelin Zeppelin in Lakehurst. Eh, maar nog veel gekker is dat, is, dat is eigenlijk iedereen vergeten. Is dat aanvankelijk dat vliegtuigtransport over lange afstanden. Althans passagiers. Dat waren vliegboten. Dus die landen niet op een vliegveld, die landen op water. En met als gevolg natuurlijk, want je begrijpt dat een landingsbaan op water, die hoef je niet aan te leggen, het water is er toch al. En, en wat, dat was een hele tijd was dat een voordelige zaak, maar goed, dan zullen we volgende keer zien waarom dat op een gegeven moment geen voordelige zaak meer was. En hoe dat veranderd is en hoe tenslotte de vliegboot praktisch volledig verdwenen is. Er zijn nog wat oude Catalina's, als je dat iets zegt. Maar voor de rest is de vliegboot verdwenen. Het waren een reusachtige vliegboot. Leuk. Echt gigantisch groot. En als mensen nog ideeën hebben, mogen ze het altijd insturen. Ja, als ze iets leuks hebben, waarvan, euh, laten we zeggen, wat, wat vanzelfsprekend was, maar nu opgehouden is. Ja, je mag ook zeggen: stoomlocomotief. Kunnen we het ook over hebben. Ja, ik zal eens even kijken of er nog wat dingetjes tussen zitten. We hebben misschien nog eventjes een uh, vraag van iemand die wat heeft ingesproken. Um. Ja, er zijn ook mensen die nog reageren op dat grootste gebouw ter wereld. Daar wordt toch nog inderdaad gezegd dat dat de, jij noemde dat volgens mij al, de, de uh, plek is waar Boeing's gebouwd worden. Dat, want dat het warmte, het, ja, die productiehal van de 747. Ja, ja. Zo iets Precies. was het. Ja, ja 돼, ik weet je, als je dan, die dingen werden aan de lopende band gebouwd. We ja. hebben hier iemand die heeft wat uh, gestuurd. Plus 41 is het kengetal, 0041. Ik heb geen idee waar dat is, maar die kunnen we wel eventjes laten luisteren. Uh, die heeft namelijk een berichtje ingesproken. Gisteren, Maarten en Tom. Gisteravond luisterde ik met veel plezier naar de podcast over de rekenliniaal. En terwijl Maarten zat te praten, zag ik mijn rekenliniaal binnen handbereik in mijn boekenkast liggen. Hij is in de loop van de laatste vijftig jaar steeds met me mee verhuisd. Als een soort ding wat je niet kwijt wilt. Maar ook eigenlijk nooit gebruikt. Terwijl Maarten aan het praten was en Tom de vragen stelde, haalde ik mijn rekenlineaal uit zijn koker en begon ik te schuiven. En waar na hem even aandachtig bekeken te hebben, kwam het weer helemaal terug: de x, de x kwadraat, de x tot de derde macht, de log x, de sinus, de cosinus, de tangens. Ik was helemaal verbaasd hoe snel ik de slag weer te pakken had. Want sinds mijn gymnasiumjaren, begin jaren 1970, had ik hem nooit meer gebruikt. Een prachtig verhaal en een leuke herontdekking. En Tom, heel precies. Zelfs Pi tot, tot de derde macht had ik zo te pakken en heel precies. Ga zo door. Ik luister met veel plezier naar jullie podcast. Fenneke Reizo, Zwitserland. Kijk, dat is de plek waar het opgenomen is. Zwitserland. Ja. Hè? Dus dat betekent dat ze door het rekenlineaal gebruik. kennelijk zoveel geld verdiend heeft. dat ze nu kast is <laughs> naar Zwitserland. Ja. Hè, waar, waar euh, laten we zeggen, niet-Zwitsers wel mogen wonen. maar dik moeten betalen. Ja. Ik ontdekte laatst trouwens. wat ik helemaal niet wist en ook, ik weet daar ook geen verklaring voor. dat welke Europeanen, denk je, wonen relatief in de grootste aantallen in Zwitserland. Dus niet-Zwitsers. Je zou zeggen, aangrenzend land, de, 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 de Fransen. Oh, dat denk je natuurlijk, heel voor de hand liggend. Portugezen. Portugezen? Ja. Oh, dat zou je niet meteen zeggen. Ja, waar, en toen dacht ik, god, dat is natuurlijk. Ik geloof dat ik keek naar Luzern of zo. Eh, ik weet dan nu wel niet meer waarom. Maar ik denk, god, dit is gek. Laat ik nou even naar een andere plaats kijken, Lausanne. Eh, dat is nou weer. En dan was het weer precies hetzelfde: want tienduizenden Portugezen. Ik begreep er geen pest van. Dus als iemand weet waarom er zoveel Portugezen in Zwitserland, in Zwitserse steden wonen, dan ben ik wel geïnteresseerd in de oorzaak van dat zonderlinge fenomeen. Er is vast een verklaring voor, denk Vooral ik. Vooral omdat Portugal ja. natuurlijk een relatief klein land is. Ja. En inderdaad geen buurland. Net wat je zegt, je zou verwachten. Nou oké, okay, Fransen of Duitsers of, eh, of Italianen desnoods, maar, 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 niet, maar niet Portugezen toch. Nee. Nog een, een ander onder, onderwerp van Remy, laatste vraag. Die zegt van, het gaat over um, oudere mensen die auto rijden. Hij zegt, um, oudere mensen, die, dat, zijn, dat is de generatie die, die niet, niet echt rijles heeft gehad. Ze kregen met een rondje om de kerk een roze papiertje. Ze hebben nooit leren anticiperen in het verkeer. Maarten is zeer verstandig dat hij zich laat rijden, zegt hij, Remy. Ja, nou ik vind het wel zo comfortabel om mij te laten rijden eerlijk gezegd. Maar... Hij heeft het wel over een generatie die nog weer zeker twintig jaar ouder is dan ik. Dus die echt de honderd nadert. Want ik heb uh, gewoon een rij-examen gedaan. Sterker nog, ik ben drie keer gezakt. Zowel voor de theorie als de pra praktijk. Maar moet jij nu ook nog opnieuw uh, weer een toets doen? Nee, voor... je moet gekeurd worden. Oké, okay, dus dat is puur lichamelijk? Ik ben gekeurd toen ik 75 werd. Ja. En toen heb ik vier maanden geen rijbewijs gehaald. door de totale incompetentie van het administratieve apparaat van de Nederlandse overheid. Ja, maar is het geen goed idee om oudere mensen op een gegeven moment weer opnieuw op rijles te doen? Nou, dat zou ik niet doen. Dat weet ik niet. Ik denk dat als het, als het goed is, merken ze zelf wel dat, dat, het, dat het niet geweldig meer gaat. Dat hun overzicht gebrekkig is. En dat ze, dat ze wel naar rechts hebben gekeken, maar dan zo lang wachten met naar links gaan, dat er tenslotte toch een enorme klap volgt van de auto die ze net niet hebben zien aankomen. Ik, ik, des sterker nog, ik denk, als je dat zou doen. En vergeet niet, er komen steeds meer oude mensen. Zij zijn nu zelfs niet in staat om die simpele keuring, om die. Uh, maar ik geloof dat dat schijnt nu wel ietsje beter geworden te zijn. Nee, maar ze waren jarenlang niet in staat om die simpele keuring op tijd te laten plaatsvinden. Als je ze allemaal examen zou laten doen, dat is ten eerste voor dat apparaat. Ze lopen nu toch al een ja, half jaar achter, drie ja. kwart jaar dus. Dan ga ja, natuurlijk niet de bejaarden ja, eh, eh, examen laten doen, dat doe je niet. Maar ik denk als ze het zouden doen, dat ze vrijwel allemaal zouden zakken. <laughs> dus wat dat betreft zou je een enorme opruiming kunnen houden. Ja. En ik kan het betalen met de later rijden, maar er zijn heel wat oudjes die dat niet kunnen betalen. De volgende keer dus transport. En we hebben nog Amerika. Uh, jou, uh, het verzoek om iets te vertellen over je reizen door Amerika. Oh, mijn reis door Amerika. Ja, dat, is, ja, dat, dat gaat geen uren duren, maar dat is op zichzelf wel een leuk verhaal. Vooral omdat ik een Fort Pinto had gehuurd, waarvan ik later ontdekte. Dat het, als je van achteren werd aangereden, dat hij in, in enkele seconden in een vuurbal veranderde. Maar goed, ik ben niet, niet van achteren aangereden. Dus ik ben niet in een vuurbal veranderd. Maar het was toch een schok om het te lezen. Wat een klote autootje ook. Jongen, jongen, jongen. De Amerikaanse auto's zijn vaak zo. Als je gewend bent ben je aan een behoorlijke auto. De, 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 de remmen zijn sponsig. Bij het stuur denk je wel eens: gebeurt er überhaupt iets als ik aan dat stuur draai? Eh, je had nog vaak de automaten die twee versnellingen hadden hè, vanwege dat immense koppel van die rare acht die overigens op grote schaal en rap verdwijnen. Ik, ik, vond het, ik was helemaal geen liefhebber van Amerikaanse auto's. 0,0. Ik vond die dashboards ook verschrikkelijk om aan te zien. Maar goed, de Pinto was ik ook niet kapot van. Ik weet wat ik thuis kwam en ik stapte in mijn Renault 16 TX. En ik dacht: ah, dit is tenminste een auto. Maar over de reis zal ik nog een en ander ja. vertellen. Het is dus niet de reis die je voor dat programma hebt gemaakt, maar de reis daarvoor, toen je daar uh, aan de Ik was daar, uh, hoe heet het? Ik had daar gestudeerd gedurende uh, zes maanden. Eerst in New York en daarna in Madison, Wisconsin. En toen heb ik een auto gehuurd in Milwaukee. En ben eigenlijk met een enorme zwaai zo rondgereden naar de Pacific Coast. Ik weet nog wat dat iedereen zei: Je bent gek. Dat je, dat je met de auto gaat rijden, dat moet je niet doen. Het is fly over country. Je moet, je moet nemen het vliegtuig en dan vlieg je naar Seattle. En dan kun je heel fijn die hele kust naar beneden. Maar ik wou juist ook Amerika zien waar het misschien niet zo opwindend was. Maar goed, zal er wat over zeggen? Leuk. Ik kijk er naar uit door de totale incompetentie. Het weer nu, erwinkel. Er zijn indicaties dat dit onbeschrijfelijke klote weer waar we de afgelopen weken op getrakteerd zijn. Hey, wat hebben we al drie dagjes met zonlicht en voor de rest een grijze hemel. Bij de zon helemaal niet is opgekomen, volgens mij. Maar dat er toch een einde gaat komen.